hij begon over focus. Ik heb in Harfsen, in de Achterhoek, heb ik, toen ik heel jong was, focus gezien. En in feite is dat ook een beetje een bruggetje naar de jazz. Hè? Als je kijkt met Jan Akkerman en Thijs van Leer, hè, wat voor muziek ze maken. Ja. De improvisatie, en dat is ook de kern van de jazz. En dat prachtig vind ik dat. Ja. De vrije hand. Ja. Doe eens van Free Jam. Even kwart voor de mensen die daar nog even van Jet hebben. Wat voor organisatie is dat? Nou, Free Jam is een nieuwe jazzorganisatie in Friesland. Opgezet door muzikanten, jazzmuzikanten. En we vonden dat jazzmuzikanten te weinig podium hebben in Friesland. Hè. Dus dat ze te weinig op kunnen treden. He, er zijn twee andere organisaties. Heb je Hothouse Redbud, die organiseert de top van de Nederlands jazz, hartstikke goed. Dan heb je City Jazz Leeuwarden, die organiseert een geweldig festival in Leeuwarden. Maar wij willen proberen om het Friese jazzlandschap nog meer te bloei te brengen door meer podia te creëren, door masterclass te organiseren, workshops. En ook, wat jij hier ook doet, aan talentontwikkeling te doen. En dat is ook de aanleiding om Dijf en Mickey in ieder geval u te noemen, want er komt weer wat leuks hoor. Ja, nou wij gaan een masterclass organiseren met Astrid Cerise, met de liedjes van Billie Holiday. En ik heb Astrid Cerise ongeveer 25 jaar geleden in Brouwershoek gezien. Okay. Zong ze met Nathalie Elsak. En fantastisch. Ik dacht van nou, als we met Free Jam nog zoiets kunnen gaan doen, iets met haar en Billie Holiday, dat zal geweldig zijn. Nou, Billie Holiday is 100 jaar geleden geboren. En dit jaar is ook een soort revival van de muziek van Billie Holiday. Ze heeft ontzettend veel betekend ook voor de jazz. Ze is de moeder van de jazz, van, in ieder geval van de jazzzangeressen. En we hebben een plan gemaakt. We hebben wat subsidie gekregen van gemeente Leeuwarden, van de provincie, van de VSB-fonds, van andere fondsen. En we kunnen nu een masterclass organiseren voor 12 zangeressen uit Friesland en zangers. Wow. Zie je hem ze nog? Haai hem ze al? Nou, op Facebook heb ik het aangekondigd en we hadden gelijk al 12, 13 aanmeldingen. Wow. Maar goed, we willen binnenkort een auditie organiseren. Dat doen we in Neushoorn, een nieuw poppodium. Dat is op 10 oktober. En dat wordt gedaan door Renske de Boer. Ah. En Renske bedoelt van Mr. Wallis. En, ja, ja. Ska, Mark, jazzzanger is. Renske zingt eigenlijk liefst jazz. Ja. En ik heb haar met een nieuwe band gezien, de Blue Quartet. En zong ze ook liedjes van Billie Holiday. Dat is fantastisch. En wat Billie Holiday kan zij ook een beetje wellicht. Hè, dat is gewoon vanuit je hart zingen. Alles wat Billie Holiday zong. Ze zong altijd iets naar de maat. Like Frank Sinatra. Ja, maar toch anders. Wat Billie Holiday deed, ze raken je ook. Wat ze ook zingt, ze zong over zwarte mannen die door de Ku Klux Klan werd opgehangen, de Strange Fruit. Ja. En als ze dat zingt, dan zie je dat ook voor je, weet je. En dat is zo bijzonder. En het raakte heel veel mensen. En het mooie is dat momenteel ook een soort revival komt. Als je José James bijvoorbeeld, die zingt ook lied van Billie Holiday. En Cassandra Wilson. En we hebben 4 oktober komt Chaz. Dat is een jonge Surinaamse dame uit Groningen. Die met haar band gaan ze ook, heeft ze ook een tribute, heet het geloof ik, to Billie Holiday. En komt ze 4 oktober komt ze naar de Fire Café in Leeuwarden. En mogelijk komt ook Martin Schouten, dat is een man van 85 jaar, die heeft een boek geschreven, Billy and the President. En die gaat dan ook vertellen over het leven van Billie Holiday. En tegelijkertijd nodigen we dan alle mensen die aan de audities van 10 oktober in Neushoorn, een nieuw poppodium, gaan deelnemen. Nodigen we uit om daar ook te komen, om als een soort opwarmetje. Okay. Ja. Informatie, waar kunnen mensen dat vinden? Via onze website www.freejam.nl. We gaan 3 mensen van de Popacademie vragen om mee te doen. 3 mensen van D-Drive, van de Friesland College. Die kunnen voor weinig geld meedoen. Ik geloof €45 voor 3 zaterdagen. Nou, dat is niet veel geld. Nee. En daarnaast hebben we nog 6 plaatsen voor anderen. Van mensen tussen de 16 en de 96. Die kunnen gewoon opgeven. En dan krijgen ze les van de beste jazzzangeres van Nederland. Astrid Cerise. 97? Oké. Okay. en Astrid Cerise kan niet alleen heel mooie liedjes zingen van Billie Holiday, maar is ook een hele goede jazzzangeres, jazzdocenten. Okay. Dus het is fantastisch als je daar gewoon les van kunt krijgen. Dus ik zou zeggen, ga naar onze website www.freejam.nl en klik op Billie Holiday, daar staat alle informatie. Dankjewel. Oké, okay. Ook bedankt voor het podium hier. Ja, en ik hoop ook op uiteindelijk hier in deze studio, want het wordt hoog tijd weer voor mooie jazz. Dankjewel, succes. Ja.